dat je kijkt. Vroeger ging alles goed, totdat ik bleef zitten in groep 4. Ik kreeg namelijk last van selectief mutisme. Dat is een sociale angststoornis dat je niet durft te praten met andere mensen buiten het huis. In deze video ga ik zeggen hoe het is om met selectief mutisme te leven. Het begon eigenlijk gewoon bij mij met gewoon verlegen zijn. Maar daarna ging ik zeg maar steeds minder en minder praten totdat ik helemaal niks meer durfde te zeggen. Ik praatte toen alleen nog maar tegen een goede vriendin van me en tegen mijn gezin. Andere mensen vroegen soms wel eens aan mij van waarom ik nooit durfde te praten. Maar ja, ik zelf wist dat eigenlijk ook niet, want ik wou echt zo graag praten. Maar het lukte niet en kwam geen woord uit mijn keel, al wou ik het zo graag. Ik was vroeger de oudste en de langste van de klas. Maar omdat ik niet praatte, konden andere kinderen en andere mensen mij vaak nogal als jonger behandelen. Maar dat vond ik nooit fijn. Sommige mensen aaiden mezelf. En dat vond ik ook nooit leuk. Ik was eigenlijk net zoals zij. Het enige verschil was gewoon dat ik niet praatte, maar ik was gewoon normaal. Altijd als andere mensen aan het praten zijn, wil ik echt zo graag meepraten. Maar dan lijkt het net alsof er een muur om mij heen is en ik kan daar niet overheen komen. Diep in gedachten praat ik altijd met ze mee. Meestal werd ik alleen als een meisje dat niet praat gezien. En ze waren echt alleen maar bezig met hoe mijn stem zou klinken. En ze waren eigenlijk niet echt verder geïnteresseerd in mij. Ik werd ook vaak niet bij mijn naam genoemd, maar vaak het meisje dat niet praat of dat is het meisje dat niet praat. Op mijn 12e kreeg ik pilletjes angst afremt. En toen heb ik me uiteindelijk over de grote stap heen durven zetten. En toen heb ik uiteindelijk kunnen praten. Ik was er heel bang voor dat mensen zouden gaan juichen omdat ze eindelijk mijn stem hoorden. En dat ze er heel veel aandacht voor zouden geven. Maar tot mijn grote verbazing gaf helemaal niemand een reactie erop. En dat vond ik heel erg fijn. Het is misschien nu niet dat ik nu wel echt goed praat. Ik ben eigenlijk nog steeds niet echt zo'n kletskous. Maar als iemand iets vraagt, kan ik er wel voor zorgen dat ik antwoord kan geven met stem. Ook is het zo dat als ik bij andere mensen ben, dat ik alsnog best wel gespannen kan zijn. En dat is mijn stem dan ook, dus kan ik vaak nogal wat hoger klinken dan ik echt klink. Ik probeer nu ook nogal daar altijd tegen in te gaan. En als ik iemand een compliment probeer te geven, kan ik soms wel 5 minuten lang vechten in mijn hoofd om het uiteindelijk te zeggen. Oké, dit was dus mijn nieuwe video. Hopelijk vonden jullie het interessant en tot de volgende video.